Hoi allemaal, het is weer tijd voor een nieuwe video. Ik ben Karine van Blondie Beauty Fashion. Mocht je me nog niet kennen, welkom op mijn kanaal. En vandaag dacht ik, ik heb inmiddels zoveel leuke soort bureauspulletjes verzameld, dat ik dacht, misschien is het leuk om die een keer met jullie te delen. Ik heb sinds we Niels hebben niet meer mijn eigen kantoortje, want dat had ik eerst, dat was namelijk hier. Dit is Niels' kamer en het is nu zondag, dus het wordt nu opgeruimd. En Niels is een beetje boos, want hij wilde met mij mee. Maar dit is dus zijn slaapkamer. Alleen op zondag haal ik het beddengoed af en alles. En dan gaat alles in de was. Niet dat ik tussendoor geen wassen draai, maar niet op dat zondag. Vandaar een beetje een zootje. Maar dit was voorheen was dit mijn kantoortje. Alleen dat heb ik niet meer. Ik werk nu in de woonkamer, wat prima is. Dus ik heb niet heel erg decoratieve spullen, een aantal, maar niet zoveel, maar vooral praktische dingen. Dus het leek me leuk om die gewoon een keer aan je te laten zien, want ik word daar heel blij van. Om te beginnen met deze, en die staat dus niet op mijn bureautje, maar die staat op mijn slaapkamer. Maar als ik een bureau zou hebben, dan zou ik hem daar neerzetten, want dit is super inspirerend. Dit is namelijk mijn vision board voor 2017. Ik heb hier een hele aparte video over opgenomen, als je daar benieuwd naar bent, ik zal hem hier ook even linken. Maar een vision board, want dat geeft je gewoon elke keer als je het ziet, geeft het je weer inspiratie van, oh ja, dit wil ik dit jaar bereiken of whatever. En ik heb hem in mijn slaapkamer staan, want dan zie ik hem ook dagelijks. Maar bij je bureau is het natuurlijk nog leuker en het staat ook gewoon heel leuk aan de muur. Dit lijstje is trouwens van IKEA. Dan mijn agenda. En ik haal eigenlijk altijd, koop mijn agenda's bij de HEMA. Dat is om twee redenen. Eén, omdat ik ze altijd wel leuk eruit vind zien. En twee, omdat ik altijd ringmandjes wil. En ik vind de indeling van mijn agenda's gewoon heel fijn. Want ik wil altijd, zeg maar, de week op twee pagina's. Een agenda die me ook heel erg fijn lijkt, is die van Moleskine. Degene met aan de ene kant de week en aan de andere kant een to-do-list. Maar ik vond de look ervan niet zo erg mooi. En dan dacht ik, voor die prijs, als ik hem niet zo erg mooi eruit vind zien, wil ik hem dan alleen om die reden. Dus ik heb er een andere oplossing voor. Dus die ga ik je zo laten zien. Dit is een redelijk basisagenda. Hier staat op 2017. En dit is dus mijn nieuwe agenda. Er zitten ook stickers in en zo. Ik vermoed niet dat ik die ga gebruiken. Maar er zit van alles in. Ook hier allerlei leuke dingetjes. Maar ik vind hem gewoon vooral heel praktisch. Fijn formaatje. En ik hou van die ringmand. Want dan kan je hem gewoon makkelijk openleggen of omslaan op de datum waarop het is. Nou, die dus. Dan iets wat ik van de week in de post kreeg. En dat is deze. Dit is een jaarkalender van KleinGelukBV.nl. En die hebben allerlei leuke dingetjes. En dit is een vriendinnetje van mij. Het is niet gesponsord. Ik heb deze wel van haar gekregen. Maar ik vind hem zo leuk dat ik echt dacht, als je nou een kantoortje hebt, dan moet je dit echt ophangen. Want ik word hier echt helemaal blij van. Het is, ook al is het dan nu februari of bijna februari volgens mij, als deze online komt. Je hebt dan natuurlijk nog 11 maanden te gaan. Maar dit was bijvoorbeeld die van januari. Nou, daar zie je al. Nou, dit is toch hartstikke leuk. Hier staat op klein creatie geluk. En dan heb je februari. Een vrouw in de regen. Nou, zo heb je allerlei leuke. Ik kijk altijd naar mijn eigen verjaardag. Dat vind ik altijd leuk. Deze vind ik trouwens ook heel leuk. Klein picknick geluk. Even kijken hoor. Maar ik ga even naar mijn verjaardag, want die is in augustus. Dat doe ik ook altijd bij scheurkalenders en zo. Wie heeft dat nog meer? Laat even hieronder weten. Maar ik kijk altijd naar mijn eigen verjaardag. Ik weet ook niet waarom. Even kijken hoor. Ik vind ze eigenlijk allemaal leuk. En dit is op mijn verjaardag. Augustus klein moestuingeluk. Superleuke kalender. En ook heel leuk volgens mij om cadeau te doen. Maar ze heeft ook hele leuke kaartjes voor in babykamers. Ze maakt ook geboortekaartjes, trouwkaartjes. Ik weet allemaal niet, maar echt super leuk. En ik word hier heel vrolijk van. Ze had dit jaar ook kerstkaartjes gemaakt. Die heb ik ook al laten zien. Maar ik vind deze heel leuk. Dus ik dacht, dit is echt super leuk om in je kantoor op te hangen. Dan had ik het net al over to-do-lijstjes. Ik ben gek op to-do-lijstjes. Er komen nu twee varianten voorbij. En die zijn allebei van Stradivarius. Want Stradivarius heeft tegenwoordig zo'n office-lijntje met allerlei leuke notitieblokjes en dat soort dingen. En dus ook dit. Ik laat even mijn nog niet gevulde to-do-lijst zien. Dit is hem. Dit is de daily to-do-list. Dus je kan er een titel bij zetten, datum. En dan kan je je lijstje opschrijven. En dan kan je hier een vinkje achter zetten als je het gedaan hebt. Ik doe dit niet dagelijks. Maar ik zet er gewoon op dingen die ik nog moet doen. En dan vink ik ze weer af. En nou, het is niet dat ik dagelijks, ik neem het niet mee naar mijn werk of zo. En dat ik dan dagelijks dat opschrijf. Maar hier staan bij mij staan er allerlei
dingen op als dat ik nog geld moest overmaken aan iemand, dat ik oppas moest regelen voor een bepaalde datum. Ik moest iets met de verzekering nog regelen. Dat soort dingen staan dan op mijn to-do-lijstje. En dan hebben ze nog een hele leuke. En dit is de Good Things Take Time Weekly Planner. En dit is eigenlijk een agenda, alleen dan zonder data. En dat vond ik nou ook wel heel leuk. Het is een ringmandje weer. Dus hier heb je gewoon maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En dan heb je hier, kan je omcirkelen welke maand het is. En dit vond ik ook heel handig. Want zo kan je... ik wil sommige dingen niet in mijn agenda zetten, maar wil ik wel op een bepaalde dag doen. Dus bijvoorbeeld verjaardag of zo staan in mijn agenda. Ik ben trouwens zo'n nerd, heb ik net helemaal niet gezegd. Maar ik ben zo'n nerd die een papieren agenda heeft en nog eentje in haar telefoon. Laat me, ik hou ervan. Ik hou van papier, ik schrijf graag op papier. Ik heb ook to-do-lijstje in mijn telefoon, maar ik vind het ook heel fijn om ze nog ergens op te schrijven. En datzelfde geldt dus voor alle dingen die ook in mijn agenda staan. Zeg maar zowel digitaal als op papier. Yep. Maar hier, ja, hier had ik bijvoorbeeld, zet ik dan dingen in, dat Niels met Kim Dagblad moet en wat ik dan nog, welke filmpjes ik dan nog wil editen bijvoorbeeld op een dag, of welke filmpjes ik wil opnemen, of dat ik nog foto's ergens van wil maken, dat ik de, hier stond bijvoorbeeld nog van heel lang geleden in dat ik kerstkaartjes moest schrijven. Dat soort onzinnige dingen, maar ik vind het heel handig om ergens op te schrijven. Dus dat is meer gewoon mijn planning voor die dag. En die schrijf ik eigenlijk niet in mijn agenda, maar dan schrijf ik die hierin. Dan een bare essential voor mij op mijn werkplek is dit. En dit is gewoon handcreme. Deze toevallig van Stradivarius. Het lijkt alsof het een Stradivarius verhaal is. Is het zeker niet. Maar dit vind ik gewoon een hele fijne handcreme. Ik ga hem ook even opsmeren. Dit is de soft cotton variant. En hier zit gewoon calendula in. En... ja, ik heb heel snel droge handen en ik vind het gewoon heel irritant om met droge handen te werken. Dus ik smeer ze graag eventjes in tijdens dat ik aan het werk ben. Ik werk dan op mijn laptop. Die heb ik nu hier trouwens niet laten zien, maar ik heb een Samsung Ultrabook. Vind ik nog steeds heel fijn. Heb ik al jaren, eigenlijk volgens mij vanaf het begin van mijn site. Dus dat is echt alweer een tijdje. Die vind ik heel fijn, is klein, compact, had ik eigenlijk ook wel even kunnen laten zien, maar dat is echt natuurlijk mijn must-have als het gaat om kantoordingen. Dan dit pennenpakje, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet waarvan het is. Het is een koperen pennenbakje, ik moet hem even schoonmaken zie ik. En daarin zitten een aantal pennen die ik heel fijn vind, maar ik vind dat bakje dus ook heel gezellig. Twee setjes pennen. Oh, mijn lievelingspen zit er niet bij. Die ligt denk ik nog op tafel. Het eerste setje is deze. Het zijn er 4 en mijn lievelings zit er niet bij, want dat is de roze. Maar daar staat op iets met een beer unicorn of zo. En dan heb je hier nog Rain is just confetti from the sky. We are all awesome. En follow your rainbow. Ik had namelijk op een gegeven moment dacht ik had zoveel lelijke pennen overal liggen. Ik dacht ik ga 1 bakje met pennen doen en alle andere pennen... gaan het huis uit, want ik word gek van de pennen. En dan pak je er weer een, is die leeg. En, nou, er zitten hier nog een paar pennen in die bijvoorbeeld een ander kleurtje hebben. Of er zijn altijd, komen er altijd weer pennen ineens bij. Maar, en er zit nog een potlood in en een markeerstift. T-packs. Maar goed, eigenlijk probeer ik het bij de basis te houden. Dus deze pennen plus dan die roze, die zijn van de HEMA. En welke ook van de HEMA zijn, zijn deze. En hier staat op Have a nice day. En Happy everything. En... ik vind het gewoon fijn om een paar mooie pennetjes te hebben. Nou, ze zijn niet heel bijzonder, maar gewoon waar ik vrolijk van word. Punt. Want ik werd helemaal gestoord van al die pennen. Nu zie je alweer dat er weer te veel liggen. Maar, nou. En dan eigenlijk het belangrijkste boekje der boeken. Dat is deze. Even omslaan. Dit is mijn notebook. Deze is ook van de HEMA. Ik word gewoon heel blij van roze. En hier staat altijd in, zeg maar, wanneer mijn blogs online komen, welke blogs online komen. En het is wel grappig, want dit is precies 1 jaar geleden, zie ik nu. En toen plaats ik nog elke dag een artikel. Toen had ik daar nog de tijd voor, want ik weet niet, toen was ik nog ambitieus, denk ik. Misschien is het zelfs al 2 jaar geleden. Nee, dat kan niet. Jawel. Oh, dit is leuk. Hier vertel ik dat ik zwanger ben en zo. Ik zie nu oude artikelen. Zie ik. Nou, dan moet ik even nadenken. Dat is wel dus 1 jaar geleden. Nee, 2 jaar. Want dit gaat ook over mijn bruiloft en zo. Nou, ik doe dus best wel lang met zo'n boekje. En hier staat dus gewoon elke dag in welke video online komt. En tegenwoordig is het dus elke 3 dagen. En er staan ook dingen in van mijn mediabureau en zo die ik dan heb opgeschreven. Maar over het algemeen
vooral gewoon mijn maandplanning met artikelen. Dus ja, dat moet ik gewoon hebben. Dat moet ik ergens opschrijven. En dat is deze. En ook daar vind ik dus weer zo'n ringband zo fijn dat je hem gewoon om kan slaan. Dus dat is eigenlijk, zijn eigenlijk mijn dingen rond mijn bureau waar ik heel blij van word. En het leek me leuk om die een keer te delen. Gewoon omdat ik dat eigenlijk nog nooit heb verteld. Behalve dus mijn laptop die ontbreekt nog. Maar je weet in ieder geval nu welke ik heb. Volgens mij is die al heel lang niet meer leverbaar. Maar ze hebben vast alweer nieuwe, fijne, dunne laptopjes van Samsung. Ik vind ze heel fijn. Dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Weer eens wat anders. Laat ook vooral weten of jij nog leuke tips hebt. Heb jij ook je eigen werkplekje of studeerplekje? Dat kan natuurlijk ook. Of zit je gewoon aan de eettafel zoals ik dat doe? Nou, laat even weten. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!